zijn bijzondere gebouwen maken. En op een gegeven moment zijn mensen dat star architects gaan noemen. Ja, ik denk dat dat ja, prima, maar ja, volgens mij gaat het daar in essentie om. Volgens mij gaat het om dat, dat dingen altijd naast elkaar blijven staan. En misschien ben ik dan iets onnuanceerder dan, dan deze stemming. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat ruimtelijke ontwerpen inderdaad gaat over verbinden en identiteit. En dan kom jij weer terug op dat vraagstuk van Armische woonwijken. Ik denk dat je daar geen bijzondere woonvormen moet creëren die gebaseerd zijn op wensen van mensen. En dat het geen producten zijn. En dat je daar identiteit op maakt waarmee je stad in de stad verder brengt. Hebben jullie dat nooit gedaan dan, als architecten? Ja, dat is zeg maar core business. En die zegt eigenlijk voor de verloving niet zo heel erg veel. We blijven gewoon in gebouwen en of je ze dan icoon noemt of niet. En daarnaast moet je gewoon zorgen dat het gebouw goed functioneert voor gebruikers. En dat mensen bij elkaar kunnen doen. Ja, als je bijvoorbeeld in kijkt achter ons project, dat is een prachtig gebouw. Dat is een mooi duurzaam gebouw. Dat is gewoon een goed gebouw, van toch neergezet door een goede architect. Wellicht ook met hele goede facilitaire bureaus en projectmanagers. En dat ze van de grond hebben getrokken, ja, daar is toch niks mis mee. Ja.